Steeds meer mensen kiezen ervoor om te overwinteren in een warm land. En dat kan natuurlijk in een vakantiehuis, maar wat dacht je van een camper? Je kan er een kopen, maar huren is ook zeer betaalbaar, vooral in de winter. Maar hoe voelt dat nou eigenlijk, maandenlang onderweg zijn met zo'n luxe woning op vier wielen? Maar jong Jelle, jullie zijn fanatieke camperaars. Als je het nou moet omschrijven, hoe zou je het in één woord samenvatten? Ik denk vrijheid. Gaan en staan waar je wil. Nou hebben ze me net verteld dat jullie terug zijn gekomen van een buitenlandse trip. Waar ben je naartoe geweest? Beginnend in België, Frankrijk, Italië, Kroatië en dan weer terug via Oostenrijk en Duitsland. Je bent een aantal weken op pad geweest. 6 weken in totaal. Wat lekker. Ja. Heerlijk. Heerlijk. Maar je kan ook wat verder weg dan Europa. Dat hebben jullie ook gedaan toch? Ja, Noord-Amerika zijn we geweest. En ook in Zuidelijk Afrika. Zuid-Afrika? Ja, niet alleen Zuid-Afrika als land, maar ook Botswana, Zaire, Namibië. Wat is nou het leukste van het hebben van een camper, zeg je zelf? De heerlijke vrijheid om te beslissen op het moment dat je weg wil. Als het mooi weer is, dat je kan zeggen, hij staat voor de deur en we zijn zo weg. Oh, het is letterlijk op vrijdag van... zullen we gaan? Op maandag ook wel eens een keer hoor. Oh ja? Ja, ook wel eens een keer op maandag. Weer die vrijheid. Weer die vrijheid. En wat is voor jou het fijnste plekje in de camper qua interieur? Ik denk toch de zithoek. Lekker in een hoekje wegkruipen, kaarsje aan, gezelligheid. Toch wel het knussen van de camper, hè? Want je hebt natuurlijk wel alles bij je. Je hebt alles bij je. Maar het is vooral ook heerlijk om buiten te zijn. Oké, nu zijn jullie hier in Friesland beland vandaag met een doel waarschijnlijk. Deze camper wordt iets aan de kleine kant en we zijn eigenlijk op zoek naar een iets grotere. En het mooie van dit bedrijf is, daar hebben we hem 2 jaar geleden gekocht. En daar kregen we dezelfde prijs terug als toen we hem kochten. Oh. Nou, er staan zich genoeg, stukken 50, dus we gaan iedereen uit. Ja. We gaan kijken, dankjewel. Langdurig op pad met een camper wordt steeds populairder. Stonden er in 2010 ruim 65.000 campers geregistreerd. Op 1 januari 2016 waren het er al 96.000. Ben je zelf geïnteresseerd? Zorg er dan voor dat je bij een RDW-erkende dealer koopt. Taak, je hebt hier een prachtig camperbedrijf. Hoe lang besta je eigenlijk al? Ik ben in 2009 begonnen. 2009, okay. En destijds met 1 camper. 1? Ja. Er staan er hier 50 of zo? Ja, 50 campers zo goed als. Wat is de goedkoopste? Dat is een inruil camper. Niet de nieuwste meer. Die hebben we voor 5.000 euro te koop staan. Ja, betaalbaar. En eentje met alles erop en eraan? De duurste? De duurste op dit moment is rond de 40.000 euro. En Jelle vertelde me daar straks, als je hier een camper koopt en je ruilt hem weer in, dan spreek je van tevoren eigenlijk de inruilwaarde af? Dat klopt. We hebben eigenlijk een uniek concept. Dat houdt in als je hier een iets oudere camper koopt, om het te proberen bijvoorbeeld, dan spreken wij een prijs van tevoren af. Zodat je na een jaar kan zeggen, nou ik kom toch inruilen voor een camper met een andere indeling of een zwaardere motor. Dan kun je weer bij ons terecht. En dan krijg je de aankoopprijs terug? Ja, zo goed als. Dat wordt vooraf wordt afgesproken met de klant. Hmm. Dus dan kom je nooit voor verrassingen te staan. Nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gehoord. Nee. Zeg, binnen heb je ook nog camper staan, toch? Ja, klopt, in onze showroom. Even kijken. Oh, ze zitten al in een camper. Hebben ze er eentje gekocht? Nou, misschien. Dan is een proefrit maken. Een proefrit? Ja. Wat is dit nou, zo'n lijk? Wat zit erachter? Dat noemen ze een garage. Dit is een garage? Oh ja, lekker ruimte. Daar kan dus mijn fiets in. Bijvoorbeeld, of een scooter. Kun je ook meenemen. Of een lastige vriendin. Lastige vriendin, of je schoonmoeder. Oh, schoonmoeder. Oké. Okay. Taak, dan nog een laatste vraag. Gewoon een tip als ik wil overwinteren. Ik wil 3 maanden op pad met mijn camper. Wat is het beste advies? Nou, ten eerste, je moet een camper aanschaffen waar je je veilig en fijn in voelt. En met een goed bed en veel bergruimte. Mm, okay, en vooral als je 3 maanden weg wil, is het toch een aardige periode. Ja. En mijn advies is dan ook, koop een camper waar een dubbele bodem in zit. Dubbele bodem, dat kan ook. Ja, dan heb je je watertanks heb je in je bodem verwerkt. Die zijn ook verwarmd, waardoor je eventueel ook nog naar koudere landen zou kunnen. Wintersport had ik nog niet eens aan gedacht. Nee, klopt. Dus als je benieuwd bent, ik heb hier één staan. Overwinteren in een camper kan inderdaad ook in de sneeuw. Warme landen hebben echter de voorkeur. En bij slecht weer zit je, zonder inpakken en opruimen, in no time een paar kilometer zuidelijker. Hoewel Arno daar een andere oplossing voor heeft. Als het regent, heb je een afdak. Conclusie, met een camper kun je gaan en staan waar je wilt en opent het nieuwe werelden voor je. Nou, dat wil ik dus wel zien. Zij hebben hem ingeruild, voor mij een leuk instapmodel.